welkom! Ontzettend tof dat je weer kijkt. Dit is alweer vlog nummer 3 en ik ga het deze week met je hebben over het inrichten van een weekschema. Wat ik namelijk merk is dat ontzettend veel mensen als online ondernemer aan de slag gaan en vervolgens uit de rat race willen stappen en denken, nou, ik ben eigenlijk meer uren aan het werk dan wat ik was toen ik nog in loondienst zat. Dat is natuurlijk ontzettend zonde, dus ik ga je uitleggen hoe ik mijn week indeel, wanneer ik pauze voer, wanneer ik begin, welke dagen ik afspraken heb en hoe ik dat allemaal heb gestructureerd. En ik hoop dat je daar wat mee kan, want als je productief kan werken, dan heb je gewoon genoeg tijd om door te brengen met je gezin, lekker te reizen en gewoon optimaal te genieten van het leven, wat je waarschijnlijk wilde doen, anders was je niet online gaan ondernemen. Let's go! Het eerste waar ik je in mee wil nemen is het indelen van een werkweek aan de hand van dagen. Ik werk zelf eigenlijk maar 2 dagen in de week. Dat zijn de dinsdag en de donderdag. Op die dagen spreek ik al mijn klanten. Dat kunnen ze inplannen via een online planningstool genaamd Reservio. En dan heb ik denk ik nou echt wel 6 tot 8 klanten calls op een dag. Zo'n dag is super intensief. Ik sta op rond 7:00. Ik word dan ook gewoon wakker, doe meteen mijn ding, kleed me aan en ga aan de slag. Maar dat zorgt er wel voor dat ik op maandag, woensdag en vrijdag helemaal vrij ben en mijn eigen tijd kan indelen. Dat betekent natuurlijk niet dat ik dan niks doe. Dus ik ga je even laten zien hoe ik dat dan vervolgens plan. Op maandag kijk ik altijd naar de focus van mijn week. Dat is gewoon een dag dat ik geen wekker zet. Dat doe ik dus alleen op dinsdag en op donderdag. En dan word ik wakker en dan pak ik eventjes mijn whiteboard erbij. Er zijn verschillende dingen die ik dan voor mezelf bekijk. Wat is deze week mijn bold move? Wat ga ik doen wat ik ontzettend spannend vind, waarvan ik weet dat het me helpt groeien? Waar, op welk proces ga ik me focussen? Waarvan weet ik dat ik nog wat dingen te doen heb? Zoals bijvoorbeeld werken in de academy, een sales funnel bouwen, aan je website teksten werken en dergelijke. Nou, elke week doe ik een aanbod via social media. Ofwel naar mijn betaalde programma's, ofwel naar mijn podcast of naar deze vlog. Iedere week kijk ik wat ga ik nu aanbieden. En ik kies ook altijd per week wat doe ik bewust nog eventjes niet. Wat zijn dingen die ik laat liggen? Omdat, weet je, mijn to-do-lijst is altijd eindeloos. Ik denk die van jou ook. Het geeft je best wel veel stress en frustratie als je niet overal aan toekomt. Ik maak ook een schema per klanten. Ik heb meerdere programma's op dit moment lopen. De kick-off, creëer je droombedrijf in 3 maanden. En level up voor de meer gevorderde ondernemer voor 6 maanden. Ik schrijf dan op hoeveel mensen ik verwacht en wil hebben in die programma's. Vervolgens, iedere keer als er iemand bij komt, dan schrijf ik een getal op. Als het getal onder mijn verwachte omzet is, onder wat voor klant ik graag zou willen helpen, schrijf ik het op in het rood. En als het erboven is of ik heb het behaald, schrijf ik het op in het groen. Meestal doe ik ook nog een cijferlijst hieronder, daar had ik eventjes geen ruimte voor, waarbij ik dan aangeef, oké, 1, 2, 3, 4, en dan zet ik letterlijk de namen eronder van de mensen. Ik geloof namelijk echt heilig in dat als ik wat lege plekken zie, dat ik dan harder ga werken, dat ik dan ook denk, oké, deze plekken moeten nog opgevuld worden. En ik heb ook het gevoel dat het dan naar je toe komt. Sommigen noemen het manifesteren, daar kan je een beetje aan denken. Dus dat is altijd hoe ik mijn maandag plan. Dan heb ik een volledig overzicht en daarna ga ik in mijn agenda kijken. Wat is deze week een afspraak die misschien verzet moet worden? Waar heb ik wat loze minuten? Kan ik misschien wat afspraken tegen elkaar aanzetten? Welke dagen heb ik vrij? Wat wil ik nog gaan doen? Zijn er dingen die ik nog met mijn vriend wil ondernemen? En op maandag bepaal ik echt, oké, hoe wil ik dat die week gaat lopen? Verder zorg ik dat ik wat content inspiratie heb. En eigenlijk is dat een dag dat ik gewoon rustig aan het opstarten ben. Op vrijdag ben ik altijd vrij. Dan ga ik lekker paardrijden, net als in het weekend, of naar yoga.
woensdag is de enige andere dag waarbij ik dus nog echt hard werk. Als ik werk, dan doe ik het ook goed. En op woensdag zorg ik ervoor dat alle processen die ik op maandag in kaart heb gebracht, dat ik die ook echt uitwerk. Ik schrijf mijn nieuwsbrief, ik maak vlogs, ik zorg ervoor dat al mijn content staat, dat ik zichtbaar ben. En wat ik ook doe, is het beantwoorden van vragen van klanten. Daar pak ik ook op maandag en op vrijdag vaak nog 1,5-2 uur voor, omdat ik de belofte heb gemaakt naar mijn klanten. Als je bij mij in het programma zit, reageer ik binnen 24 uur op alle vragen, kleine die je hebt. En de grote dingen kijk ik 1 keer in de 48 uur na. Mocht ik daar dus niet op dinsdag of donderdag aan toekomen, dan heb ik daar altijd nog wat ruimte voor in mijn agenda gemaakt. Wat ik vervolgens ook doe, en dat is heel belangrijk, is het strak plannen. Zorgen dat je telefoon op focusstand hebt, dat die weg is. Ik ben echt extreem verslaafd aan mijn telefoon. En meestal werk ik met de Pomodoro-methode. Dat is een methode waarbij je 25 minuten lang hard aan het werk bent, 5 minuten pauze hebt en even opstaat en dan weer 25 minuten lang werkt. Ik doe hem ietsje anders. Ik doe het 50 minuten met 10 minuten pauze. En daarin ben ik echt heel productief. Nu heb ik natuurlijk ook gewoon pauze in de middag. En ik heb op dit moment geen eigen huisdieren. Er lopen hier altijd allemaal beesten rond. We hebben ondertussen een straatkat die eigenlijk van de buren is, maar die verzorgt er niet. Dus die is hier altijd. En ik heb ook een uitlaathondje. Ik zal je ook even meenemen in hoe dat is. Ik vind het namelijk belangrijk om de natuur in te gaan. Wij wonen hier naast een prachtig natuurgebied en naast een park. En elke middag zorg ik ervoor dat ik minstens 1 uur, maar meestal wel 2 uur wandel. Met dus gezelschap van een hond. Om ervoor te zorgen dat ik gewoon mijn lichaamsbeweging krijg. En dat ik ook helemaal uitgerust ben om goed na te denken wat ik wil in mijn business. Je zou me geen online ondernemer kunnen noemen als ik niet af en toe reis. In het weekend ben ik dus meestal de hort op, vanaf vrijdag tot en met zondag. Soms tot maandagochtend. En ben ik lekker Spanje aan het ontdekken. Ga ik naar het strandhuis. Ben ik aan het paardrijden, aan het hiken en dergelijke. Hey, ik ben super benieuwd hoe jij je week indeelt. Wat je belangrijk vindt, waar je rekening mee houdt en of je misschien nog problemen hebt ergens. In dat geval kan je me berichten, dan kan ik eventjes met je meedenken. Je kan naar www.clairebabaye.nl gaan of stuur me eventjes een e-mailtje op claire@clairebabaye.nl. Uiteraard ben ik ook gewoon op Instagram, Facebook, LinkedIn te vinden. Heb ik een nieuwsbrief, een vlog en een podcast. Dus ik hoop op een van de mediakanalen van je te horen. Hele fijne week gewenst en ik spreek je hopelijk snel. Doeg!